Welkom op het treffen van Jong Gelderen. Het onderdeel Trek-en-Trek heb ik vandaag plaatsgevonden. Trek-en-Trek is een krachtsport van Lambo-trekkers. Het wordt gevoerd uit diverse gewichtklasses. Dat wil zeggen, de lichtste klasse, 2600 kilogram, die beginnen als eerste, die nemen de spits af. Er worden zo ingedeeld, er zitten ballastgewichten op de sleepwagen. Naarmate het gewicht naar voren gaat, wordt de druk op de sleep vergroten, dus moet de trekker meer kracht geven om het alles naar voren te krijgen. En dit is in de hoofdlijnen het slepen van de sleepwagen. Dus bij elke klasse wordt het gewicht zwaar wat naar voren gaat. Zodoende wordt de trekkers gewoon afgeroepen. Dat is in de hoofdlijnen. En dan hebben we nog buiten de gewone standaard trekkers om, hebben we nog enkele opgevoerde trekkers. Dat wil zeggen, we beginnen dan met de 4 ton superstandaard. Dat zijn trekkermotoren, daar mag alleen van de buitenkant wat aan verbeterd worden. En dan hebben we de superstop, dan ben je toerenvrij. Dan mag je zoveel toeren maken als je wilt en je bent inhoudsvrij tot en met 7 liter. En dan hebben we als laatste klasse nummer 5. Dat is helemaal een vrije klasse. Dan mag je een vrachtwagen, motoren, maakt niet uit. Je verzet hem aan. De testdoos zet je een motorblok en een eend voor. Ondanks dat inter. Maar we zien dat hij toch ook rond die 80 meter dat gaat snelheid begint te verliezen. Probeer nog een beetje beter bij te sturen. In de banen 83-40. En ook deze van Stef Wissink is 83-40. Maar geen enkel probleem voor hem bij de 90 meter. Nu moet er pas gewerkt worden. Nu komt echt de maximale belasting op die sleepvoet. En dan is het eigenlijk een conclusie voor Gert. Om naar die 100 meter. De sporen, die hebben Hanneke Zaaglaar, die worden even allemaal weer gezien. Ik weet wel ergens onderweg is. Ach ja, in Swinders hebben ze een andere hobby. Dan kom je ze goed naar die wat tegen ergens. Eerst dan voor die sleepvoet. 1 centimeter strip, ongeveer gelijk aan de top extra in de ballastbak.